Wij praten hier even met Hanneke Brugman van Vakwerk in Burgum. Hanneke, hoeveel kunstenaars exposeren hier? Op dit moment een hele grote groep, halve meesken. Zeer kleurrijk werk. Dus, nou ja, als je even rondsjuren, dan zie je dat wel. Het is een zeer kleurrijke expositie in de koude wintermaanden. En is het al in de schilderijen of ben er al meer kunst van? Het zijn verschillende kunstenaars van viltwerk, schilderen, keramiek, porselein, vrijwerk, beelden, diverse beelden. Nou, dat is het zo ongeveer, denk ik. En wat is de bedoeling van vakwerk? De bedoeling van vakwerk is dat we de leegstand in het dorp proberen te voorkomen. Dat het stritsjeskin is, dat de rutenskin is en de orenkant is. Dat je daarmee kunstenaars op een laagdrempelige manier hun werk ombieden kennen. En is het werk te keer? Het werk is echt te keer. Ja, ja, we proberen al dit werk te krijgen van verschillende kunstenaars. Om op die manier kunst voor een liedsprijsje en maar ook kunst voor een grote prijsje binnen te krijgen. Hoe lang zit je al in het pand hier? We zitten hier al dikke neer. Vraag je dat ik in een oude pand zit? Ja, we hebben voor op de markt in Burgum zitten. Daar hebben we 3 maanden geweest. Toen een skofje net. En toen konden we hier in trekken. En hier ben je al dikke neer. Tien dank voor het interview. En prutte succes daar, wens ik. Dank je wel.